Goedendag kijkers, welkom bij deze live uitzending vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Zometeen vindt er een persconferentie plaats en minister Mashano Dasai zal dus praten over de afgelopen COP16 biodiversiteitsconferentie dat gehouden is in Colombia. Dus blijft u nog afgestemd. De minister en zijn staf gaan in op een aantal onderwerpen betreffende deze COP16 vergadering dat gehouden is. Houdt u kalmte, blijft u kalm. Er zijn twee deuren, eentje rechts van me, eentje links van me. Dat u de deuren gebruikt heel rustig en dan zijn de buitendeuren ook net naar die deuren. U loopt daar rustig de trappen af totdat u in veiligheid bent. Dank u daarvoor. De Republiek Suriname is een van de lidstaten van de conventie van biodiversiteit. Hij was ook aanwezig op de onderhandelingen en heeft dus ook hoogtepunten gehad tijdens deze meetings. Gemak zal ik al gezegd, dat we het COP16 zullen noemen en dat er een Memorandum of Understanding zal worden getekend. De Memorandum of Understanding gaat op vier gebieden dat de focus zullen hebben. De vier gebieden zullen zijn Legislation and Policy Support, Marine and Coastal Conservation, and 30x30 Commitment, Bioeconomy and Sustainable Development, en als laatste, de vierde, Sustainable Financing for Conservation and Community Empowerment in South Suriname. Dames en heren, ik laat dus aan het woord de minister van de Ruimtelijke Ordening en Milieu, meneer Tassa. Dank u wel, mevrouw Marci. Beste dames en heren van de media, van mijn kant uit van harte welkom. Bedankt dat u vandaag aanwezig kan zijn bij onze persbriefing. We komen net van de COP16 in Cali, Colombia. Er is nog een groep die daar aanwezig is. Als het goed is, komen ze een van deze dagen aan, want de onderhandelingen waren nog gaande. En dat is in feite wat wij aan u willen presenteren, wat er allemaal is gebeurd en gezegd op COP16 in Cali. We zullen starten met een kleine presentatie en dat heeft in feite te maken met de essentie. Zoals velen van ons weten, zitten wij, niet alleen wij in Suriname, maar de hele wereld, zitten wij in een milieucrisis. Men noemt dat triple environmental crisis. En deze hebben te maken met de drie uitdagingen of de drie gevaren. Eén heeft te maken met verlies van onze biodiversiteit. En dan wil ik even dan daarop ingaan. Als u kijkt naar deze kaart hier. Deze kaart laat zien hoe het is gesteld met de biodiversiteit in de wereld. Het is van 2022, twee jaar geleden. En
hier kunt u zien, geel laat zien dat het heel slecht aan toe gaat met de biodiversiteit. En zwart laat zien dat die biodiversiteit nog intact is. En volgens deze kaart zien wij dat ongeveer 77% gewoon average is. 77% van onze biodiversiteit is in feite average. En als het zo door blijft gaan, hebben we dus heel veel, hebben we minder biodiversiteit, hebben we minder bos, minder water, minder dieren in de wereld. En dat mag niet zo door blijven gaan. Even terug, de volgende uitdaging heeft te maken met onze klimaatcrisis. Dat ervaren we ook in Suriname. Die klimaatcrisis is grensoverschrijdend. Het is niet alleen maar dat je in een bepaalde land de gevolgen van klimaat ondervindt. Het gaat in alle landen gaat het hard aan toe. Het is wel zo dat niet alle landen even hard hebben bijgedragen aan die klimaatcrisis. In het geval kunnen we wel hard zeggen dat het meer de ontwikkelde landen zijn die ervoor zorgen dat we de hoge temperaturen hebben vanwege hun verhoogde CO2-uitstoot. De derde is vervuiling. Dat heeft dus te maken met allerlei, zeg maar, pesticiden, bodemvervuiling, watervervuiling en luchtvervuiling. En dat is natuurlijk gekoppeld ook aan klimaatverandering en zelfs ook gekoppeld aan biodiversiteit. Dus al deze drie hebben in feite een bepaalde verband met elkaar. We praten vaker over COP en een heleboel mensen komen misschien in de war, omdat men hoort COP en men denkt dat een COP hetzelfde is. Er zijn in feite dit jaar zijn er 3 Conference of Parties. Dus COP staat voor Conference of Parties. En dit jaar zijn 3 uitgestippeld. Dus de laatste hebben we gehad in Cali, Colombia. Dat is dus afgelopen oktober. We hebben dus een volgende, dat is in Azerbeidzjan. En we hebben een derde, dat is in Saoedi-Arabië. En wat is het verschil? Al deze 3 COP's hebben te maken met de 3 zaken die ik daarnet heb genoemd. En ze zijn allemaal onder auspiciën van de UN, de Verenigde Naties. De COP die is gehouden in Colombia is de UNCBD COP. UNCBD staat voor United Nations Convention on Biological Diversity of Biodiversity. En het doel van de COP van Cali, van waar we komen, heeft te maken met het bestrijden van het verlies van biodiversiteit. De volgende COP, dat begint straks in november. Een groep reist vandaag af voor de onderhandelingen, voor de gesprekken die vooraf plaatsvinden. Dat is de UNFCCC, UNFCCC COP 29 in Baku, Azerbeidzjan. En UNFCCC staat voor United Nations Framework Convention on Climate Change. En dat heeft als doel het bestrijden van klimaatsverandering. En de derde COP, dat is de UNCCD COP 16 in Saoedi-Arabië. UNCCD staat voor United Nations Convention to Combat Desertification. En dat heeft te maken met het bestrijden van verwoestijning, landdegradatie en droogte. Dat hebben we ook in Suriname. Vanwege het feit dat we ontbossing hebben in bepaalde gebieden. En als je ontbossing hebt, kan het voorkomen, of kan het zijn, dat je verwoestijning hebt in bepaalde gebieden. En verwoestijning wil je niet, omdat je die biodiversiteit eraan gaat. Je hebt minder bomen. Je aquifers gaan eraan, aquifers zijn je waterbronnen, etcetera, etcetera. Oké, heel belangrijk is om even te weten wat we allemaal doen bij de COP. Het is niet dat we gaan naar de COP en dat we presentaties houden en dan zijn we klaar. De COP heeft 3 belangrijke onderdelen. En dat is dus eigenlijk de plenary sessies. Daar heb je dus de aankondiging en de afkondiging. Daar komen bijvoorbeeld de head of states, de presidenten, de prime ministers. En die doen dan hun statements. Hun statements om aan te geven wat het belang is van het evenement. En wat voor prioriteiten gesteld moeten worden. En wat het land zelf doet en wil doen als het gaat om het thema. Verder zijn er onderhandelingen. Er is een groep die is geweest, technische mensen van het ministerie, niet alleen maar van ROM, maar ook van andere ministeries. In het geval die in Cali, daar hebben we dus ook iemand gehad van GBB, die is gaan meedoen aan de onderhandeling op het gebied van een
van wildlife. Dus deze groep die gaat dus meedoen aan werksessies. Resultaten worden dan uit de werksessies genomen en die worden dan gebracht naar de vergaderingen. En op een gegeven moment moeten er besluiten genomen worden. Als de besluiten niet kunnen worden genomen op technisch gebied, dan gaat het naar een ministeriële vergadering. En daar nemen de ministers de besluiten die gemaakt moeten worden als het gaat om de verschillende thema's. Daarnaast heb je ook de side events, waar de NGO's komen, de particuliere sector, de regeringen komen om in feite met de gemeenschap te delen, met de wereld te delen wat voor nieuwe innovaties er zijn. En te bespreken bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten, etcetera. Verder, waarom is het belangrijk dat wij participeren? Er is even daar een foutje, er moet staan, wie afwezig is, kan niet mee beslissen. Dus als wij als land, wij zijn dus aangesloten bij de verschillende UN-platformen. Als wij als land niet meedoen, dan is de kans heel groot dat andere landen voor ons bepalen wat er gebeurt in ons land als het gaat om de biodiversiteit. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om in feite te participeren. Je betrokkenheid moet je dus laten zien. Als je laat zien dat je betrokken bent, dan kan je in feite de prioriteiten aangeven. De besluitvorming wordt beïnvloed. Wij zitten bijvoorbeeld in ons CARICOM-verband binnen in de groepen. Je hebt dus dat we in CARICOM-verband zitten binnen in EOSIS. Dat is dus de Small Developing Islands. En binnen dat verband leggen we dus ook uit wat wij belangrijk vinden, wat gauw moet worden aangepakt en hoe wij zien dat bijvoorbeeld finance heel snel moet komen naar de verschillende landen. Verder heb je dus dat we, als we gaan naar de COP, dat we internationale partnerschappen aansluiten en verhogen van de ambities. Dat is dus een van de belangrijke zaken die worden besproken, want als je je ambities niet verhoogt, dan hebben we geen vorderingen. Verder, we hebben als ministerie van Suriname gefocust op enkele aandachtspunten. Er zijn een heleboel aandachtspunten, of er zijn een heleboel thema's die besproken worden tijdens de COP. En de thema's waarop we hebben gefocust zijn, zoals u ziet, implementatie van de mondiale biodiversiteitskader. Ik moet wel even doorgeven, u hoeft niet te schrijven of u heeft geen aantekeningen te maken. Na de sessie kunt u op dit blaadje kunt u de QR-code scannen en dan heeft u in feite alle documentatie, alle informatie die u kunt meenemen. En u kunt dat gebruiken voor uw media. Duurzaam beheer van wildleven, biodiversiteit en klimaatverandering, middelenmobilisatie, dus het gaat om middelen, resources, maar ook om financiën die wij zeker als ontwikkelingsland nodig hebben. Marine en kustbiodiversiteit, biosafety en biotechnologie. Dit zijn de 6 zaken die wij hebben besproken, hebben gediscussieerd, hebben onderhandeld. En we zullen dan even aan u laten zien wat we allemaal hebben kunnen bereiken op deze gebieden. De directeur van Milieu is hier naast mij, dus hij zal ook aanvullen waar nodig u van informatie voorzien. Zoals u weet, hier in Suriname hebben we een rijke biodiversiteit. 93% van ons land is bos. En in ons bos hebben we dus niet alleen maar bomen. We hebben zoet water, we hebben dieren, we hebben insecten, we hebben planten. En die zijn allemaal belangrijk voor, in feite, niet alleen maar voor Suriname, maar voor de wereld. Belangrijk voor deze thema was dat we dus onze wildbeheer duurzaam moeten behouden. Onze biodiversiteit moeten we beschermen en we moeten in feite bevorderen dat die gemeenschapsgerichte initiatieven zo blijven om illegale handel in wilde dieren te bestrijden. En de betekenis voor Suriname is dat we belangrijke kansen kunnen krijgen om onze inheemse soorten en ecologische rijkdommen te beschermen. Dit kan je niet alleen doen als land. Dit moet je samen doen met de andere landen. Zeker de andere 7 Amazon-landen.
Er zijn dus teksten opgemaakt met bepaalde regels, met bepaalde actiepunten. En die zijn allemaal besproken geworden. Directeur, u mag dingen zo aanvullen als u wilt op deze hier. Ja, goed. Oké, okay, goed. Dit is een van de punten die tijdens de onderhandeling heftig is besproken. En we hebben goedkeuring gekregen voor de besluiten die te maken hebben met Sustainable Wildlife Management. Het besluit is dus gedaan dat wij als landen veel meer aandacht moeten geven aan het beschermen van onze wildlife. En dat de resources in feite met elkaar worden gedeeld. Trainingen worden verzorgd aan zeker de landen die hulp nodig hebben. Tweede punt is biodiversiteit en klimaatsverandering. Als we praten over biodiversiteit, kan je dat niet loskoppelen van je klimaatsverandering. Ze zijn hand in hand, ze gaan samen. Want als u op dit moment alle bos weghaalt, dan heeft u minder CO2-opname. En minder CO2-opname zorgt voor temperatuurverhoging. Dus bij deze COP hebben we dus gesproken over de verschillende zaken die te maken hebben met die koppeling. Conceptbesluiten zijn benadrukt, waar we dus kijken naar nature-based solutions. Een bepaald deel van de wereld gelooft niet erin. Een bepaald deel van de wereld gelooft erin dat door alleen te mitigeren in die verschillende sectoren, je die klimaatsverandering kan verminderen of kan stoppen. Maar landen zoals Suriname, landen met een hoge biodiversiteit, heel veel bos, die geven aan dat wij een belangrijke bijdrage leveren. We hebben nature-based solutions. En het is dan belangrijk om stil te staan hierbij en dat we dus onze bossen blijven beschermen. En delen van het bos die niet meer, hoe noem je dat, die beschadigd zijn, die ontbos zijn, dat we dat weer beplanten en die biodiversiteit herstellen. En daarvoor zijn er resources nodig. Wat betekent het voor Suriname? Dat staat allemaal daar. We moeten onze kustecosystemen beschermen, onze mangrovebossen beschermen, omdat deze een belangrijke rol spelen. En hierbij kunnen we in feite doordrukken dat wij de nodige financiën hiervoor moeten krijgen. Dit was een felle discussie geweest. Uiteindelijk, directeur, is het zo dat, ja toch, dat er nog geen besluit is geweest omdat een bepaald deel van de wereld het niet eens is met nature-based solutions. Dus dit besluit is helaas niet goedgekeurd en het wordt dus gebracht naar een ander discussiemoment voor tussen de landen. Verder is er gesproken over het derde punt, resource mobilization en finance mechanisms. Als land Suriname hebben wij heel veel inzet gedaan om onze nationale biodiversiteitsstrategie en action plan. Op te maken, te finaliseren en het te alignen met die Global Biodiversity Framework. We zijn het eerste land in de regio die dat hebben aangepast, die dat hebben kunnen doen. Maar het probleem is nu, je kan je plan hebben, maar als je nu moet gaan implementeren, is het weer een probleem. Dus wij hebben gesproken over, zoals u daar kan zien, er is ongeveer 200 miljard nodig aan resources, aan finance, om te werken aan die biodiversiteitsonderhoud of behoud. En daarvoor hebben we natuurlijk in Suriname middelen nodig. Ik ga een simpel voorbeeld nemen. Hier in Suriname hebben we te maken met een ontbossingsgraad, weliswaar nog laag, tussen de 0,05 en 0,07. En dat wordt merendeels veroorzaakt door de illegale goudwinning. Als we dat zo laten, dan wordt onze ontbossingsgraad veel meer en hebben we dus minder bos. En er is geld hiervoor nodig, want we moeten gaan bewaken, we moeten monitoren, we moeten in feite kijken hoe we de illegale goudmijners stopzetten. Als we kijken naar, en dat is een rapport welke Frans-Guyana heeft gedeeld met de wereld, het is een rapport van vorig jaar, daar hebben ze aangegeven dat ze per jaar 70 miljard euro nodig hebben om die illegale goudwinning in feite tegen te gaan.
70 miljard, dat is alleen om het tegen te gaan. Dat is nog niet om in feite jouw bossen die zijn beschadigd te herplanten. Om ze weer te activeren. Die middelen hebben we niet als Suriname. Die middelen moeten we ergens krijgen. Dus deze zaken zijn aangepakt. Nee, dus besproken. Status van het besluit is dat het niet is goedgekeurd. Helaas. Nog niet. Op bepaalde punten was er geen overstemming tussen de landen. Een belangrijk hekelpunt was dat de ontwikkelde landen het voorstel van de ontwikkelingslanden voor het opzetten van een biodiversiteitsfonds niet wensen te accepteren. Dat is how it went. Helaas. Maar we zijn nog niet klaar met ze. Verder is er gesproken over marine en coastal biodiversity en island biodiversity. We hebben dus niet alleen maar bos, we hebben dus ook onze marine biodiversity voor onze zee. En zoals u weet, zeker met onze oil and gas die op komst is, moeten we zoeken naar mogelijkheden om deze veilig te stellen. Er moet beleid worden gemaakt, internationaal. Onze kustgebieden moeten beter beschermd worden tegen bedreigingen, zoals erosie en vervuiling. Deze is ook niet goedgekeurd. Op bepaalde punten was er ook geen overeenstemming tussen de landen. Biosafety is heel interessant. Zoals u weet hebben we in Suriname te maken met een heleboel producten die we importeren. Dan praat ik over gewassen, over fruit. En in deze producten kan het voorkomen dat je dus LMO's, ja, dank u wel, LMO's hebt. LMO staat voor Living Modified Organisms. Deze worden met een bepaalde technologie geplaatst in planten, of in dieren, of in insecten, om ervoor te zorgen dat je dus de beste gewassen hebt, de beste vruchten. U weet, als u tegenwoordig een fruit koopt, een vrucht koopt, een appel of een sinaasappel van het buitenland, dan kunt u het buiten laten en dan blijft die dagen en weken gewoon zo goed. Als u een fruit neemt, een vrucht neemt van Suriname en u zet hem buiten, of het nou is een sinaas of een bakoven, is hij binnen een paar dagen, heeft hij al schimmels. Welke fase is goed, denkt u? Die buitenlandse of die binnenlandse? De kans is heel groot dat die buitenlandse gewassen of die buitenlandse vruchten, LMO's, bevatten. De vraag is nu, hoe veilig is dat? Wij als Suriname zijn niet in staat. We hebben de expertise nog niet om te kunnen meten, om te kunnen weten als deze producten gezond zijn of niet. Hierover is er gesproken. Ontwikkelingslanden hebben die capaciteit niet. We hebben die laboratoria niet, we hebben die kennis niet. En er is dan gevraagd om die kennis te delen. Status van het besluit is wel dat deze is goedgekeurd en dat we dus in feite kunnen verwachten dat we binnen heel korte tijd de resources kunnen krijgen van de andere landen van het platform. Dit is volgens mij de laatste risk assessment en ik zal de directeur vragen om te praten over wat verder is besloten en niet is besloten. Risk assessment en risk management. Er is besloten om een ad hoc technical expert group op te richten, gericht op de ontwikkeling van richtlijnen voor risicobeheer van de LMO's. Er zijn bepaalde risico's, waaronder genetisch gemodificeerde organismen met gene drives. Tegenwoordig is het mogelijk om met bepaalde genes, bepaalde insecten te manipuleren. Zeg maar de dengue en de malaria muskiet, om ervoor te zorgen dat je minder last hebt van deze muskieten, etc. Dat zijn slechts voorbeelden. Ook dit besluit is goedgekeurd en dat is dus natuurlijk een mogelijkheid voor ons land om expertise op dit gebied te krijgen voor Suriname. Dat waren de 6 en ik vraag even aan de directeur om mee te helpen met de verdere besluiten die zijn genomen in het kader van COP16. Dank u wel, minister. Ik denk dat u een vrij goed overzicht heeft gegeven van wat er is gebeurd. Ik zou toch willen benadrukken. U ziet dat bepaalde besluiten, ondanks heftige discussie, niet rond zijn. En het allemaal te maken met zeker dat besluit waar Suriname heel veel tijd heeft besteed, is dat stukje resource mobilization. Wat is er tijdens COP15 gebeurd? Tijdens COP15 in Montreal, Canada, zijn 23 belangrijke targets goedgekeurd.
om ervoor te zorgen dat we onze biodiversiteit gaan kunnen beschermen. En die targets zijn tot 2030 valide. Toen is gezegd dat we als wereldgemeenschap gaan werken aan een fundingmechanisme die ervoor moet zorgen dat we die targets kunnen halen. Dus we gaan projecten uitvoeren om die targets te kunnen halen. Dat is een duidelijke afspraak. En een van de afspraken die we hadden gemaakt is, alle landen moeten teruggaan en hun nationale biodiversiteitsactieplan aanpassen. Strategieactieplan aanpassen. Ook Suriname heeft toen meegedaan. En Suriname heeft haar huiswerk heel serieus genomen. Suriname is bij terugkeer direct begonnen om haar MBSAP te updaten. We hebben dat kunnen afronden. De minister heeft benadrukt dat wij enige land, of een van de weinigen in de regio, westelijke halfrond, in staat waren, gelet op alle problemen die we hebben als land, we zijn in staat geweest om onze MBSAP op tijd te updaten, conform afspraak, en dat in te dienen bij het secretariaat van UNCBD. Dat gezegd hebbende, gaan we dus ervan uit dat wij hebben voldaan aan onze afspraak. En nota bene hebben we dat gedaan met onze nationale voorzieningen. Meestal maken landen als ons gebruik van internationale funding. Deze keer hebben we dat niet gedaan. Hebben we gebruik gemaakt van een funding die we hebben kunnen aanvragen bij de Suriname Conservation Fund, SCF. En misschien daarom ook waren we op tijd klaar. Hebben we op tijd onze documenten kunnen updaten en indienen. De vraag was dan, als je hem update, hoe ga je hem uitvoeren? En een van de discussies was de resource mobilization. Ik denk dat we wat zaken hebben kunnen bereiken. Iedereen is er eens mee, alle landen zijn er eens mee dat we 200 miljard US dollar op jaarbasis gaan moeten mobiliseren. Waarover er ook overeenstemming is bereikt, is een strategie. Hoe gaan we die middelen vergaren? In het besluit, in het conceptbesluit, is een strategie uitgewerkt waarbij een aantal lijnen zijn uitgewerkt. Een van ze is dat rijke landen in artikel 20 en 21 van het verdrag is opgenomen dat ontwikkelde landen, dus de rijke landen, ons moeten gaan ondersteunen. En dat zij dus moeten inkomen in grote lijnen als het gaat om de financiering. Daarover is er een overeenstemming dat ze dus moeten inkomen. Een ander ding wat geregeld is, is hoe gaan multilaterale banken zoals de IDB, de World Bank en allerlei fondsen die er zijn, hun beleid aanscherpen, GEF en allerlei fondsen die we hebben, milieufondsen, om ervoor te zorgen dat biodiversiteit, want u hoort heel veel over klimaatsverandering, maar heel weinig waarschijnlijk over biodiversiteit. En de minister heeft dus aangegeven dat er in principe, er is geen hoofdkop, er is geen zijkop. Deze drie conventies zijn hele belangrijke conventies, behoren tot de Rio-conventies van 1992. En de biodiversiteitskop is dus een hele belangrijke kop. Dus als u ergens hoort dat er een hoofdkop is, dan is die informatie dus niet correct. Er is voor biodiversiteit een speciale conference of party. Dus tijdens deze conferentie hebben wij de overeenstemming kunnen bereiken hoe we die middelen gaan vergaren. En een van de dingen die we ook hebben kunnen doen is, tenminste hebben kunnen afspreken, is dat private investment ook deel uit moet maken van die financiering. Er is heel veel private kapitaal dat buiten ligt, maar niet wordt geïnvesteerd voor biodiversiteitsconservering. Ook dat is een mijlpaal die we hebben kunnen bereiken. Een ander ding is natuurlijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat de nationale begroting van Suriname bijvoorbeeld veel meer aandacht gaat besteden aan conservering van biodiversiteit. Ook dat is dus afgesproken. En een ander heel groot probleem die we hebben is dat heel veel subsidies gaan naar communities die ervoor zorgen dat onze biodiversiteit daardoor wordt aangetast. Ook in Suriname hebben we helaas dit soort voorbeelden. En tijdens de besprekingen is dat ook naar voren gekomen,
om ervoor te zorgen dat we subsidies gaan moeten afschaffen die ervoor zorgen dat onze biodiversiteit daardoor wordt aangetast. Dat zijn dingen die dus wel zijn goedgekeurd. Hoe werkt een COP decision, hoe werkt een besluit? Je gaat onderhandelen, je bereikt overeenstemming. Waarvoor er overeenstemming is bereikt, blijft. Dus bij de volgende COP, over 2 jaren, zijn deze dingen al besloten. Gaan hierover geen discussie worden gevoerd. Waar dat besluit is blijven hangen, was een speciale fond. Wij hebben gezegd als ontwikkelingslanden, wij willen een dedicated, een speciale fonds voor biodiversiteit. En daar waren vooral de ontwikkelde landen niet eens mee. En deze besluiten worden op basis van consensus genomen. Dus we zijn er nog niet. Maar als je ziet wat er is bereikt, dat ze akkoord gaan met die 200 miljard mobilisatie, dat ze akkoord gaan dat ze meer geld moeten investeren in biodiversiteit, is een hele grote mijlpaal. Dus we gaan nog veel meer moeten gaan investeren. We gaan als Suriname ons veel beter gaan moeten voorbereiden. Gelooft u mij, de mannen komen met een zware delegatie. Als we praten over die grote landen, komen met een delegatie van 60, 70, soms zelfs 100 mensen. Allemaal helemaal up-to-date. Het is moeilijk en daarom is het ook belangrijk dat we in CARICOM, in GRULAC, in IOSIS verband ook een sterke samenwerking hebben, zodat we het gevecht aan kunnen. Het is niet met geweer en zo, maar het is wel met heel veel woorden. Het is een zware gevecht. Dus we gaan als Suriname ons heel veel moeten bijschaven de komende 2 jaren. COP-voorbereidingen van 17 is nu al begonnen, bij wijze van spreken. Dit is ook een voorbereiding om ervoor te zorgen dat we tijdens COP 17 wel ervoor kunnen zorgen dat die Biodiversity Fund komt. Zo zijn de onderhandelingen plaatsgevonden. Minister Rivalen aan het geven voor risk assessment, bioveiligheid en voor de detectie van LMO's was er tot nu toe niet echt een dedicated fund. Deze COP heeft wel ervoor kunnen zorgen dat we een speciale fund kregen, waardoor we het beleid met betrekking tot LMO kunnen gaan aanscherpen. We beseffen ons niet, we praten heel veel over klimaatsverandering, maar terwijl we over klimaatsverandering praten en over allerlei climate crises enzovoorts, op dit moment komen er heel veel zaden waarvan we niet weten waaruit ze bestaan. We importeren heel veel voedsel, maar we weten niet wat we eten. Die voedselzekerheid en kwaliteit is enorm belangrijk. As we speak, is het een matter of time. Matter of time dat we een wet product gaan krijgen op LMO. Ik denk over een maand of zo, als het besluit goedgekeurd is, dan gaan we dus verplicht zijn om LMO's te testen. Ja, je maakt een beleid, maar je moet ook capaciteit hebben. Dit besluit geeft dus aan Suriname heel veel houvast. 1, we kunnen projecten indienen bij GEF en allerlei fondsen. Meestal zijn ze grants, dan kunnen we dus dat investeren. 2, we krijgen technische capaciteit als land om ervoor te zorgen dat we testen echt kunnen uitvoeren. Dus al met al hebben we als land, ondanks het feit dat we dus die speciale fonds voor biodiversiteit niet hebben kunnen krijgen, best wel goede resultaten kunnen boeken. En ik denk dat we extra gemotiveerd moeten zijn om tijdens COP 17, dat over 2 jaar zal plaatsvinden, daar te zijn en ervoor te zorgen dat we onze doelen halen. Ja. Eén belangrijk doel die we hebben gezet in onze Biodiversity Actieplan, Strategie en Actieplan, is dat we bijvoorbeeld die 30-30 doelen willen bereiken. Dat die 30-30 staat voor 30% beschermde bossen en 30% beschermde marine gebieden. Dus nu zitten we ongeveer voor bossen op 15%. Marine is ongeveer op 0% nu. En voor 2030 moeten we dit doel hebben bereikt. Zo ook hebben we vorig jaar onze BLM-declaratie gehad.
dat is dus binnen ACTO-verband, dat we deforestation, ontbossing willen stoppen en dat dat na 2030 0% is. En dat zijn allemaal doelen die we kunnen behalen als we de resources hebben, als we de finance hebben. En vandaar dat het, en de directeur heeft het natuurlijk weer benadrukt, dat die finance belangrijk is. Dus ook voor de komende COP zal de hot topic zijn finance, climate financing. En we maken ons klaar daarvoor. Ja, yep. Goed. Ik denk dat we over kunnen gaan naar de vragenronde als er vragen zijn vanuit de media. Ja? Ja, meneer Pinas heeft geen vragen. Ik ken u niet zomaar, meneer Pinas. Is jij er al? Ja, oké, we hebben even. Oké. Over 3 minuten hebben we dan de signing van onze agreement, dan komt Gina eraan. Oké. Ja. Directeur, misschien even weer goed om het in te leiden, wat dit allemaal betekent. Ja, dat je het gewoon, dat je het gewoon even benadrukt. Ja, super eigenlijk. Gina, kom maar hier. Dames en heren, mijn collega mevrouw Martina heeft in principe uitgelegd wat de bedoeling is. Maar ik zal het toch kort samenvatten. We zijn al een tijdje bezig, we hebben onze nationale biodiversiteitsstrategie en actieplan op die conform de 23 nieuwe targets. En natuurlijk, je kan een heel mooi plan schrijven, we moeten het een keertje gaan uitvoeren. En zeker deze minister is het beleid. Hij heeft me altijd gezegd, dit is, we schrijven leuke plannen, maar de uitvoering is heel belangrijk. En Virginia Griffith is toen bij ons langsgelopen. We hebben natuurlijk een paar sessies gehad, hoe gaan we dat uitvoeren. En een van de dingen waar Suriname achterloopt is het Nagoya-protocol. Het Nagoya-protocol beschermt in grote lijnen zorgt ervoor dat onze medicinale planten worden beschermd. Op dit moment kan basically iemand komen naar Suriname. We hebben heel veel planten, medicinale planten. Ze komen en ze nemen onze spullen mee en ze vragen patent aan. Er is niets aan de hand, want we zijn geen partij van de Nagoya-protocol. Een ander heel belangrijk onderwerp is dat van de Escazú Convention Agreement dan. Die ook aan journalisten wat houvast geeft om hun werk goed te doen. Een ander project die we heel graag willen doen is een 30x30 goal. De goal is een target, is weer een nieuwe biodiversity target die we willen halen. En toen hebben we gezegd, laten we met CI Suriname gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat we een deel van onze MISA, dat natuurlijk vanuit NGO's kunnen worden uitgevoerd. Laten we met CI Suriname een MOU ondertekenen om ervoor te zorgen dat we niet alleen praten, maar ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. En vandaag zijn we hier, een heel goed moment, om dan de minister en Gina te vragen om het belangrijke document te ondertekenen, zodat we dan in uitvoering kunnen gaan.
Waar doe jij, links of rechts? Nee, para. Ah, ik heb het weer rechts. Daar doe ik links. Zoals de directeur heeft gezegd, we moeten niet alleen maar praten, maar moeten ook doen. Het ministerie van ROM heeft in de afgelopen jaren met heel weinig middelen zaken kunnen bewerkstelligen. We werken met partners. Het werken met partners is heel belangrijk. Of het nou is de private sector, de NGO's of de andere ministeries, we proberen resultaten te halen. Onze NBSAP hebben we gedaan, niet met middelen van het buitenland. De andere landen in de regio hebben het nog niet af, omdat ze wachten op GEF-middelen of op GCF-middelen. We hebben het intern zelf kunnen bewerkstelligen, waardoor we sneller hebben kunnen werken. En nu moeten we gaan implementeren. En natuurlijk met behulp van onze partners, in het bijzonder CI, kunnen we dus de volgende stappen maken. Dus dank u wel, mevrouw Gina. Graag gedaan, minister. Mag ik? Ja, oké. Nou, ja, eigenlijk wil ik gewoon onderschrijven wat zowel de directeur als de minister hebben aangegeven. We moeten ons allemaal onze schouders eronder zetten. Het schrijven van plannen, dat is heel makkelijk. Je kan echt in een kamertje zitten, je kan alles bedenken van hoe het moet gaan. Maar in die praktijk moet je het met elkaar doen. En daarom dat wij ook vinden dat wij als NGO die overheid daarin moeten ondersteunen. Van hoe kunnen wij onze bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de plannen die vanuit die overheid gemaakt worden, dat die succesvol uitgevoerd worden. En ik ben daarom heel erg blij. Ik zie dit ook als een erkenning voor het werk dat we hebben gedaan de afgelopen 30 jaren. En wij gaan verder met het ondersteunen van het ministerie. Al is het middels het hebben van het geven van kennis, technische ondersteuning, maar ook onze netwerken daarbuiten aanboren om te zoeken naar financiering om dit alles te kunnen doen. U bent net naar de kop geweest, Kali, grote domper. Over financiering is men er niet echt goed uitgekomen. Maar het is wel een van de meest essentiële zaken. Maar u heeft ook gelijk, het is niet alleen wachten op. Ook kijken hoe kunnen we dingen samen doen. En ik zie de NGO's daar als een hele grote en belangrijke partner in om dit samen te doen. We hebben allebei onze agenda's en daar waar onze agenda's samenkomen, daar werken we samen. Dus nogmaals, dank u wel, minister. Yes, dank u wel. Je hebt al een extra plaatje. Ja, dit is van jou, toch? Oké, goed. Dan gaan we afsluiten. Als er, misschien zijn er nog vragen. Als er geen vragen zijn, dan sluiten we af. Geen vragen? Nou, dan kan ik u op dit moment namens het ministerie van Buitenlandse Zaken hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw participatie. Natuurlijk, als u meer informatie over de gang van zaken ten aanzien van de COPs, de opkomende COP, de vorige COPs, u kunt het altijd opvragen bij het ministerie. En voor deze informatiesessie kun je natuurlijk deze QR-code scannen en alle achterliggende informatie volgen. Maar bij deze kunnen we dus zeggen dat we het bijzonder vonden dat u hier was. En dat u dus kijken naar de volgende keer dat u ook van informatie kunt voorzien. Dank u wel. We zijn aan het eind gekomen van deze persbriefing vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De minister heeft nog gesproken over de
zaken die zijn besproken bij de COP16 biodiversiteitsconferentie in Colombia. We zijn aan het eind gekomen en tot de volgende keer. FCLP. Mm-hmm. Ik weet niet of je het hebt gevolgd, maar Gabon heeft tijdens de dingen, Gabon een country package genomen. Ja, ja.